Ik neem aan dat je ook de nieuwe look van Dirk Kuyt hebt gezien. Ik heb de nieuwe look van Dirk Kuyt gezien. Ik moet een beetje denken aan die beugels. Vroeger, toen ik zeg maar jong was... Ja. Heb ik een tijd gehad dat iedereen met een beugel liep. Hè? Oh ja, dat is waar ook. Dus ja. Iedereen die maar een beetje zeg maar, iets had wat ik heb... Dat moest er gelijk een beugel in. Maar ik heb nu het idee dat iedereen die de 30 gepasseerd is... wil aan de botox en de fillers. En dat moeten ze niet doen, joh. Dat moet je echt niet doen. Want ik weet zeker, binnen nu en 15 jaar... komen we erachter dat iedereen misvormd erbij loopt, man. Dirk, ik zag het niet. Het hele voorhoofd ondergespoten, joh. Dat doe je toch niet, man? Ik zou hem niet herkennen, nee, zo. Ik ook niet, man. Als jullie het niet gezegd hadden. Het is Dirk Kuyt, toch, dit? Ja. Martijn, dit is Dirk Kuyt. Dat stond eronder. Moet je niet doen, ik joh. Ik moet ook twee keer kijken, ja. Ja. Nee, moet je echt niet aan beginnen. Maar die jongen is compleet de weg kwijt, hè? Die, nou, dat gaat nou ook wel weer ver. Oh, als je dit doet, ben je compleet de weg kwijt. Ja, ben je dan compleet de weg kwijt. Maar hij woont in Huis ter Duin. Dat vind ik ook al ongebruikelijk. En hij doet dit soort dingen. Ja, maar ja... Dan moet je toch eens professionele hulp gaan zoeken. Ja, is dat zo? Vind je dat ook, Jan? Ik bedoel... Ja. Nou, ik heb zitten kijken. Ik zei net... We hebben nog een fotootje. Ja. Moet je kijken dat andere fotootje wat ik... Oh, alles valt uit nu. Andere foto. Ja, dat is Dirk Kuyt. Ja. Kijken. Oh ja. Het is toch niet normaal? Heeft hij op zijn tanden laten trekken? Nee, dat niet, maar... Hij ziet er echt heel anders uit als je dat zo ziet. Totaal anders, man. Wat dacht jij, Jan, toen je dat zag? Ik dacht, nou, leuke jongen. Ik denk, als Johan en ik dat moeten doen, zijn ze 5 dagen bezig. Wat? Om een jong kopje te krijgen, ja. Botoxje, ja. Even niet vol spuiten. Laten we die bolus maar zo houden, hè? Zullen wij het ook eens doen, Jan? Dat is toch geen gezicht, man. Het lijkt wel of hij de bof hebt. Ja, nou is het zo. Dat is een dikke kop, man. Heeft hij een neus van leven gehad? Nee, dat is Dirk Kuyt niet. Nee, maar hij stoomt zichzelf klaar, denk ik, om nieuwe trainer te worden. Wat gaat er gebeuren? Hij zegt, we zijn met Feyenoord bezig. We gaan het bekendmaken binnen afzienbare tijd. Wat gaat hij doen dan? Bij Feyenoord niks, denk ik. Dat is het plan wat ze samen naar buiten gaan. Nou ja, hij had natuurlijk wel de afspraak met Feyenoord dat hij hoofdtrainer zou gaan worden. Ja. Nou, dat heeft Arnes afgeschoten. Maar ja, goed, als hij een afspraak maakt, zal het ook wel zijn vastgelegd of wat dan ook. Dus ik denk dat ze bezig zijn met een overeenkomst te sluiten. Dat hij wat geld meekrijgt en dat hij dan vrij is om te gaan en te staan waar hij wil. Geld? Dus hij wordt geen assistent. Waar moet hij geld voor hebben? Waar moet hij geld voor hebben dan? Nee, ik weet het niet. Hij heeft nu een contract nog bij Feyenoord. Oh, maar hij doet niks. Hij doet niks, maar hij heeft wel een contract. Dus hij officieel is hij in dienst bij... Kunnen we jou ook wel geven dadelijk, hoor. Dat je gewoon 3 jaar erbij, dan hoef je niet meer te komen. Oh, dat zou wel lekker zijn. Nou ja, op basis van al mijn adviezen die ik al bij Talpa gegeven heb... zou het ook heel terecht zijn. Bij hem hebben we geen zin, hè. Hij geeft alles weg. Hij geeft alles weg, ja. Dat heeft geen zin. Maar hij wordt toch doorbetaald, of niet? Ja, precies. Maar hij wordt doorbetaald voor niks. Ja, nou ja, goed. Het was hem aangeboden om dat onder 21-11 te gaan doen. Ja. Dat heeft hij niet gedaan. En ja, hij ging zich verder ontwikkelen als trainer. Maar wacht even, hij wilde er zelf niet? Hij wilde niet onder 21, nee. Maar hij wordt nu wel doorbetaald, terwijl hij zelf... Omdat hij nog een contract had bij Feyenoord. En hij had natuurlijk die toezegging dat hij hoofdtrainer zou worden. Ja, als er iets beloofd is, kan je toch ook niet zeggen van... Maar wie geeft de toezegging dat hij hoofdtrainer van Geel kan worden... Heeft die terwijl hij gedaan. Nog nooit getraind heeft? Ja, nee, dat is natuurlijk ook... Waarom niet heeft Van Geel hem dan geen hoofdtrainer van Willem II gemaakt? Ja, weet ik veel. Dan moet je bij Van Geel zijn. Maar in ieder geval had hij er wel beloofd dat hij dat bij Feyenoord mocht doen. Arnezen zegt, ik vind dat geen goed idee. Ik kies een andere trainer. Ja, en die belofte moet dan op een of andere manier toch worden rechtgezet. Ja, dus Feyenoord heeft dit hoofd betaald, wat we net zagen. Nee, ze betalen hem gewoon door. Nou, hij zal zelf toch ook wel genoeg hebben? Ja, dat weet ik. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.